Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we amper bewolking boven Nederland, wat stapelwolken boven Duitsland en wat wolkenflarden op de Noordzee en boven Engeland. Maar bij ons is het zonovergoten en dat hebben we vanavond ook nog. Pas om tien voor tien gaat de zon onder, dus we hebben nog heel wat zonneuren vanavond. 17 tot 21 graden, heerlijke avond. In de nacht ook niets aan de hand, blijft rustig, blijft droog en de minima liggen tussen de 10 en de 15 graden. De wind draait geleidelijk van oost naar zuidoost en begint nog warmere lucht aan te voeren. Daardoor wordt het morgenmiddag 28 tot 32 graden. De zon schijnt lange tijd, pas in de namiddag of avond komen er vanuit het westen buien, kunnen er wel zware buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daardoor voor dus even de weerswachting goed in de gaten houden. Zaterochtend trekken de buien weg en dan breekt de nieuwe periode aan met droog weer, veel zon, alleen de temperatuur gaat wel naar beneden, die ligt de komende dagen rond 20 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl